Er is zoveel gebeurd in de afgelopen week. Kijk het allemaal terug in de nieuwe weekupdate. Zo, wat zijn jullie goed bezig, jongens. Ik heb nog even een kleine mededeling tussendoor. Ik blijf gewoon nog lesgeven, ook al word ik de nieuwe conrector. Mevrouw De Wilde gaf natuurlijk eigenlijk ook altijd gewoon nog de Engelse lessen. Dus, ja. Wat is dit? Wat heeft dit nou weer te betekenen? Waar slaat het op? Ben ik dit? Nou, u vroeg wat er in ons hoofd omging en dit is toevallig waar ik aan dacht. Als Gijs echt geheim wil houden dat Steenkamp zijn moeder is, dan moet hij niet zo pissig kijken als iemand in de klas iets flikt. Of je maakt iets anders, of je kiest voor dit, maar dan krijg je wel een onvoldoende. Ja, maar mevrouw, ik heb hier de hele les aan zitten werken. Ja, nou, ik denk dat jij nog heel erg blij moet zijn dat jij gewoon een kans van mij krijgt. Hè? En trouwens, ik hoor net dat meneer Bos ziek is, dus je hebt nog tijd genoeg. Ik snap niet dat vrouw Steenkamp zo boos is, hoor. Ik kan er niks aan doen dat zij zulke dikke dijen heeft. Of jij een goeie bek? Sorry, hoor. Iemand heeft hier een kleine crush op mevrouw Steenkamp. Is het wel zo handig om wraak te nemen? Ja, weet ik niet, maar het moet gewoon even. Morris had de hele middag tijdens nablijven aan een nieuw schilderij gewerkt. En die ging Gijs dus nu vernielen. Luister, Steenkamp is de moeder van Gijs, oké? Dus daarom vond hij het niet zo chill dat je haar zo zat te beledigen. Je maakt een grapje, dus toch? Beter kap je daarmee. Nee, ik maak geen grapje. Dus hou dan maar goed je kop tegen haar, oké? Nou, Gijs staat op dat schilderij omdat Steenkamp de moeder van Gijs is. Toch, Gijs? Ja, jongens, stop maar. Ho maar, ho maar. Noorin was de enige die wist wie mijn moeder is. Waarom zou die gast mij zo verraden? Ik dacht dat we vrienden waren. Oké. Sorry dan, ja? Ik wilde alleen helpen. Ja, oké, maar volgende keer, doe maar niet. Ik los mijn shit wel zelf op. Het is al een paar weken geleden dat Tirza via een geheime DNA-test ontdekte dat haar vader niet is. Hoewel ze besloot dit niet tegen haar ouders te zeggen, is ze er zelf nog wel heel veel mee bezig. Haley en ik hadden vrijdag ruzie gehad. En elkaar daarna het hele weekend niet gesproken. En ze reageerden dus ook niet op mijn appjes. Haley. Goed, mensen, luister. We hebben eerder ruzie gehad, maar dit is gewoon anders. Ze heeft tegen me gelogen en dat doet echt pijn. Dus ik heb besloten om niet meer naast haar te zitten en gezellig te doen. Tirza en Haley, ik vind dat jullie het moeten bijleggen. Jullie komen er zo echt niet uit. Dus jullie hebben mij als bemiddelaar ertussen. Want bij mij thuis, als ik ruzie heb met mijn zus, dan wil mijn moeder ook altijd dat het goed maken. Ja, oké. Sorry dat ik heb gelogen. Dat was stom. Ja, en eigenlijk wil ik ook gewoon niets liever dan dat ze gewoon weer normaal vrienden kunnen zijn. Wacht, misschien kan ze gewoon bij ons groepje. En dan zijn we gewoon een groepje van drie. Ja, toch? Ja, hoor. Ik zou dat wel graag willen, maar ik zit al met Stijn. Maaike heeft wiskunde. Maar hun wiskundedocent, meneer Abouab, is nog nergens te bekennen. Hey, doe eens even een beetje zachtjes allemaal. Er zijn hier gewoon allemaal lessen aan de gang, hè? Mensen hebben er last van. Meneer Abouab is ziek, dus de wiskundeles gaat niet door. Yes. Jullie kunnen dus naar de mediatheek en dan kan je daar zelf gaan studeren. Dat je je punt een beetje ophaalt. Anders heb je er straks last van met de toetsweek. Kom op, go. Ja, ik weet het. Heel goed, ja. In de benen, hoppakee. Nou, ik ga niet naar mijn mediatheek. Ik heb een plan om te en je leren. Tijd een beetje nuttig besteden, hè, dames? Anders is het zonde. Kom op. Nuttig. Jullie ook? Go, go, go. Ja, op zijn 11e weer allemaal. Iedereen had weer iets leuks gedaan in het tussenuur. En ik zat weer alleen. Ik wil ook een keer iets anders eten dan die eeuwige krentenbollen. Waarom zoek je anders zelf gewoon niet een vriendin? Ik bedoel, leuke dingen doen met z'n vieren is juist leuk, toch? Of ben je bang dat je geen vriendin kan krijgen? Nee, tuurlijk niet. Nou, ik was dus helemaal afgeleid door mijn eigen gedachten. Wat als ik nou Justin's vriendinnetje word? Dan word ik ook gelijk Romy's bestie. Maar ja, met wie moet hij dan krijgen? Ik bedoel, hij ziet er wel goed uit, maar hij is echt niet super knap. Denk je dat Sophie het misschien of nou, Emma? Ik dacht misschien wel met mij. Echt? Sinds wanneer vond jij jongens leuk? Ik regel het wel voor je. Maaike. Wat doen ze daar nou?
Geen idee. Zullen we naartoe lopen? Ja. We gaan op dubbeldate, want de jongens wilden dat graag. Alleen stiekem hoopte ik eigenlijk dat ze samen zouden gaan gamen. Zo kon ik iets leuks doen met Romy. We hebben een leuk idee. We kunnen ook gewoon gaan zoenen in plaats van shoppen. Ik wilde echt niet zoenen. Sowieso niet. Maar nu al helemaal niet met Justin Fischer parfum. Maar als ik wegloop, gaat Romy me sowieso stom vinden. Nee, sorry. Ik kan het niet. Ik ben ongesteld geworden. Maar dan kan je toch nog steeds zoenen, hè? Ja, ik dacht dat we gingen shoppen. En dan kon ik gelijk naar de drogist. Want ik wil echt niet doorlekken. Ik heb nog altijd mijn kluisje, dus kom maar gewoon even mee. Ja? Ja. Ik dans automatisch. Hoewel meneer Bos nog redelijk nieuw is voor eerstejaars Gijs, heeft hij al een behoorlijk goed beeld van zijn gymleraar gekregen. Vooral de kledingmankementen van meneer Bos zijn duidelijk zichtbaar. Jij ook, Gwen, je kan veel sneller. Ja, liefst, meneer. Bos is echt de hel, hè? Ja. Is het een theekransje of zo? Kom op, goed aansluiten. Die filmpjes die je van hem had gemaakt, die waren echt heel grappig. Ik had een paar dagen geleden wat filmpjes gemaakt over Bos. En wat is hier zo interessant? Aan filmpjes kijken tijdens de les. Is mijn les niet zwaar genoeg? Huh? Moet ik het zwaarder maken voor jullie? Wat is dit? Dat is mijn kanaal. En dan dacht je, dan ga je filmpjes over mij maken? Nou, zo dom is het niet hoor. Ik had gewoon echt niet verwacht dat die video's bij die gasten terecht zouden komen. Weet je wat jij kan doen? Dan kan je onmiddellijk gaan melden bij Formers. En daar kan je dit filmpje ook laten zien. Oké, jullie twee, allebei nog 10 keer opdrukken. Hey Gwen, doe eens even mee op de les. Maar meester, voor de zoveelste keer. Ik heb Lise, geen Gwen. Maar nogmaals, ik snap dat je daar nu even niet op zit te wachten. Het feit dat hij en je moeder, dat moet niet makkelijk zijn. Niet dat het veel voorstelt. Dat weet ik trouwens ook helemaal niet. Mijn moeder is al best wel een tijd single. Eigenlijk al sinds ze van mijn vader gescheiden is. Dat dacht ik tenminste. Maar misschien weet ik dus helemaal niet alles. Vommers heeft me er vanaf laten komen met de waarschuwing. Dat is omdat hij het zoontje van is natuurlijk. Wat? Ja, geef maar toe, hè. Het is wel heel toevallig. Later die schooldag is Gijs vast besloten om zijn klasgenoten te laten zien dat hij voor niemand bang is en dat hij helemaal niet wordt voorgetrokken. Dat ik geen straf kreeg lag vooral aan de lafheid van meneer Vollmers. Niet aan mij en ook niet aan mijn moeder. Hey! Wat ben je aan het doen? Hoe hou je het in je hoofd, jongen? Stop daar eens mee. Mee kom jij. Nu! Ik dans automatisch. Die stilstaan dan bestaat niet. Het is de eerste pauze en onze bruggers mogen van meneer Bergman het muzieklokaal gebruiken om een afscheidslied te maken voor mevrouw De Wilde, die over een paar dagen vertrekt. Van Morsel gaat ook weg. Wat? Hij gaat van school af. Misschien gaan ze wel samen weg. Na die mislukte liefdesverklaring van die twee? Die praten echt niet meer, hoor. Misschien gaat hij daarom wel weg. Kom op, dat was toch echt super lief. Ik bedoel, ja, dat wilde nou toevallig niet hetzelfde voelen. Daar kon Van Morsel toch echt helemaal niks aan doen. Als Noelie bijvoorbeeld mij zo'n liefdesverklaring zou doen, dat zou ik echt super cute vinden. Ja, maar dat ga ik niet doen. Ik hoef niet voor gek te staan. Maar waarom ga je je liefde aan iemand verklaren met 100 mensen erbij? Als je niet eens zeker weet of de ander hetzelfde voelt. Ja, ik vind dat juist dapper. Ja, vind ik eigenlijk ook. Een paar dagen later is de afscheidsbarbecue in volle gang. Maar het lijkt alsof meneer Van Morsel besloten heeft niet te komen. Hé, hey, jongens, zijn jullie klaar voor? Ja. Ja, maar alleen Gijs is er niet, want hij heeft podiumvreemd. Ja, maar Mike is ook nog niet. Ik ben gewoon hier, hoor. Oh, nou, dan kunnen we beginnen. Moeten we niet wachten op meneer Van Morsel? Want ja, een deel van het lied gaat gewoon over hem.
Ja, maar die gaat toch niet meer komen. En misschien kunnen we dat stukje er toch beter uitlaten. Ja, maar we kunnen niet vlak voordat we opgaan de halve tekst veranderen. Oké, weet je wat? We gaan gewoon beginnen en dan zien we het dan wel. Ja, oké, let's go. Oh, yes? Oké. Okay. Nou, lieve Sanne. Ja? Er zijn een aantal leerlingen die een optreden voor je willen gaan doen. Dus ja, ik zou zeggen, ga lekker genieten. Mevrouw de Beelden, we wensen u plezier. Het zal wel wennen zijn, we gaan u missen hier. Maar Morsel gaat ook weg, dat is een dikke pech. Ze zijn een beetje raar, daar waren we niet naar. De love tussen hen is echt straight from the heart. Ze horen bij elkaar, en dat is echt waar. Dit is mevrouw de Beelden, we wensen u plezier. En als het niks hoort, kom dan naar hier. Heeft het wel zin? Want we kunnen ze toch helemaal niet horen vanaf hier. Ja, weet je, als je hier niet bij wil zijn, mag je ook gewoon weggaan, hoor. Wat zeggen ze nu dan? Ja, toen je me ten huwelijk vroeg, toen was ik gewoon zo in shock. Maar ja, ik heb er nog even over nagedacht en ik hou nog steeds van je. Waarom zijn jullie nu weer aan het lachen? Deze ruit heeft allemaal zandbal en ketchup gedaan. Nu iedereen zijn mond staat in de fik. Nou jongens, het ging echt super goed. Ik denk echt dat ze het bij hebben gelegd. Het is toch feesten? Ja. Nou, ze hebben jullie... Oh, dat is weet je. Niet nemen, niet nemen. Hé? Niet nemen. Niet nemen. Niet nemen. Ik ben ook cute. Ja, het is echt heel cute. Aww.